Terwijl Tetra, waarom verdient deze een video als Ves van de Week? Zometeen. Hallo en welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Mijn naam is Dominic Maas. Voordat we aan de beschrijving van deze vis van de week beginnen, verzoek ik u graag twee dingen te doen. Ten eerste, controleer of u reeds geabonneerd bent. Op deze manier zult u telkens op de hoogte gebracht worden wanneer een nieuwe video met bijvoorbeeld een vis van de week geüpload wordt. Daarnaast had ik graag van jullie geweten wie al de rauw tetra in zijn aquarium heeft, welke ervaringen je ermee hebt en dergelijke meer. Laat dus zeker hieronder in de comments weten indien u ervaring heeft met deze schitterende vis. Maar niet alleen of u er reeds ervaring mee heeft, ik hoor ook graag achteraf wat uw indruk is van deze video. Heeft u er iets van bijgeleerd? Overweegt u om de rauw tetra in huis te nemen? Ja dan nee. Hoe meer feedback ik krijg, hoe handiger het is om toekomstige video's te gaan doen. Maar goed, we beginnen aan de vis van de week. De rauw tetra. Het is een vis die komt uit de familie Charicidae. Het is een straalvinnige vis die dus onder de karperzalmen valt. Op zich geeft deze vis niet de meest felle fantastische kleuren. Het is een alleseter die ook wel heel graag af en toe plantaardig voer krijgt. Men vindt ze vooral in de Rio Paraguay, de Rio Guaporé en Colombia dus. Qua gedrag is het een rustige scholenvis die geschikt is voor elk gezelschapsaquarium. Ze vertoeven het liefst al in de middelste waterlagen. Het is redelijk eenvoudig om een geslachtsonderscheid te gaan doen. De anaalvin van de mannetjes is beduidend breder dan die van de vrouwtjes. En de rugvin bij de mannetjes is slanker en spitser dan die van de vrouwtjes. De gemiddelde lengte bedraagt 5 à 6 centimeter. Zoals reeds gezegd zijn ze qua voer alleseters. Droogvoer, diepvriesvoer, levend voer en zelfs versvoer kan prima voor hun. Ik zou eerder wel willen zeggen dat vlokkenvoer niet zozeer geschikt is voor hun, aangezien ze dus in die middelste waterlagen kies van al vertoeven. Een traag zinkend granulaat, of levend voer of diepvriesvoer, is dus eigenlijk ideaal voor hun. Men vindt ze vooral in vrij dicht beplante rivieren in Midden- en Zuid-Brazilië. Daarom is het zeker en vast aangeraden om niet te felle belichting te voorzien, ofwel voldoende planten of drijfplanten te gaan voorzien in het aquarium. Te veel licht zal hen namelijk stress geven. Waarom verdient deze vis zeker en vast de vermelding van vis van de week? Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is een super eenvoudige, zelfs beginnersvis. Ze zijn enorm hard, worden heel weinig ziek, kunnen in een breed gamma van waterwaardes gehouden worden. Alles wat een pH heeft tussen 5,5 en 8,5 is prima voor hun, maar ook een algehele hardheid tot maximum 30 Duitse graden is geen enkel probleem. Het is dus zeker en vast een vis die super gemakkelijk te houden is. Hou er rekening mee dat het eigenlijk een scholenvisje is. Men zegt vaak 6 stuks minimaal. Ik zou durven zeggen inderdaad 6 stuks minimaal. Eigenlijk is het meer een voorkeur om er 20 te gaan houden bijvoorbeeld, minstens. Men geeft als aanbevolen aquariumlengte 60 à 80 centimeter. Ik vind het persoonlijk een klein beetje klein. Een meter aquarium zou beter zijn. Ze vertoeven graag in de middelste waterlagen. Een aquarium van 30 centimeter hoog heeft geen middelste waterlaag. Het is maar één waterlaag. Dus ik zou zeker naar de hoogte toe zeggen van toch liefst 40 minimaal, bij voorkeur 50 centimeter waterhoogte. Het kweken van deze vis is vrij eenvoudig. Het is een hele productieve vis en legt dus vrij veel eieren, gewoon los tussen de planten. Na het afzetten dien er wel rekening mee te houden dat ouders verwijderd hoeven te worden, aangezien deze aan eieroof gaan doen. De jongen kan je vrij eenvoudig grootbrengen door bijvoorbeeld stofvoer, Artemia Nauplii, microwormpjes en bijvoorbeeld ook infusoria. In het wild zullen deze vissen heel geregeld aan grote temperatuurverschillen blootgesteld worden. Het is echter niet aan te raden om dit in het aquarium te gaan doen. Maar zoals reeds gezegd zijn ze heel tolerant naar temperatuur toe. Met andere woorden, ga kijken naar de andere vissen in uw aquarium en stel de temperatuur gerust in op de temperatuur die uw andere vissen verwachten. Het zal voor de rauw tetra geen enkel probleem vormen. Zelfs bijvoorbeeld niet bij discus op 30 graden. Uiteraard gaan ze dan wel een stuk minder lang leven. Maar het moet gezegd zijn, discus hoeft niet per se op 30 graden gehouden te worden. Dus zou ik in dat geval bijvoorbeeld opteren om uw discussen te gaan houden op 28 graden, de rauw tetra op 28 graden kan prima. Als er dan één nadeel zou zijn aan het visje, is het simpelweg het feit dat hij eigenlijk weinig bonte kleuren heeft. Het is grijs met zwart. Bij de jongen zal de zwarte tekening iets beter uitkomen dan bij volwassen vissen, alhoewel dit volledig afhankelijk is van de voeding die u hen voorziet. Ik hoop dat ik jullie kunnen overtuigen hebben van dit visje. Mijn zinziens is hier zeker en vast de naam Vis van de Week waardig. Vond u dit een goede video? Laat het gerust weten in de commentaren of klik op het duimpje omhoog. Op deze manier weet ik dat u deze video goed vond. Ik hoop dat je er iets van hebt bijgeleerd. We zien elkaar in de volgende video. Prettige dag nog verder. Dag!